winkel Select in Teide. Zit de logo van 1969. Mimi en Pepe van mijn vrouw Céline, die dat opgericht dan aan mijn schoonouders. En sinds 2011 zit mijn vrouw en ik in de zaak. Sinds 2011 onder het enseigne van Alvo. En dan sinds 2021 de switch gemaakt van Alvo naar Jumbo. Toen we de gesprekken aangingen met Jumbo, hebben wij direct de nadruk gelegd op onze eigen binorij. Voor Jumbo was dat nieuw. Jumbo had toen in België nog geen één winkel met een binorij, dus dat was wel wat aanpassen. Maar die gesprekken zijn positief verlopen. Ze hebben ons daar enorm ondersteund. En ondertussen zijn we 2 jaar verder en tonen de cijfers en het winkelbeeld wel dat de juiste keuze is geweest. Naast het verse geven kregen wij van Jumbo ook de vrijheid om lokale leveranciers aan te spreken. Dat gaat over een aardappelboer van Achternoek, bij wijze van spreken, tot Wevelgemse eierkoeken. Dus als er leveranciers van de streek een product komen aanbieden en wij vinden daar een meerwaarde, dan kunnen wij zelf op winkelniveau gaan beslissen of we die gaan activeren voor de winkel of niet. Wij kwamen van een enseigne waar wij alle producten manueel bestelden. Maakten we geen bestelling, kwam er geen levering toe. Jumbo zit met een concept waarbij dat er een automatisch bestelvoorstel wordt gegenereerd per product, waarbij dat het tellen van de voorraad, het controleren van de voorraad, het belangrijkste punt is in heel dat proces. Het systeem is ook zo gemaakt dat er dagelijks aanvoer komt en dat ze dagelijks enkel leveren wat er verkocht wordt. We zijn nu 2 jaar verder, dat systeem heeft 2 jaar verkopen van ons geregistreerd, dus de bestelvoorstellen worden correcter en correcter. En laten wij meer en meer los. En wij gaan echt meer en meer producten die binnenkomen gaan controleren, voorraden gaan checken, dubbelchecken en het bestelvoorstel zijn werk laten doen. Jumbo heeft verschillende teams. Een team die voor opening komen ondersteunen op allerhande niveaus. Personeelsaanwerving, inkledingwinkel, invullingwinkel. En dan hebben ze ook teams die nazorg doen. Teams die effectief tot gigantisch veel weken na opening wekelijks op de winkelvloer komen om problemen waar de werknemers mee geconfronteerd worden op te lossen of uit te leggen. En eens dat je die periode voorbij zit, ja, zit je met een CFT-team die maandelijks, 2 wekelijks in contact staat met u, die langskomen in vergaderingen. Dus op basis van support zitten ze wel goed bij Jumbo. Ik kan Jumbo aanraden aan alle bestaande ondernemers. Eerst en vooral omdat in mijn ogen een jong, hip supermarktgegeven is, die altijd lage prijs met een mooi marktgevoel of een mooi vers gevoel en een servicegevoel creëert bij de klant. Maar ook omdat de ondersteuning vanuit het hoofdkantoor ongezien is op een zeer hoog niveau is. En dat gaat over allerhande ondersteuning, financiële ondersteuning, logistieke ondersteuning, IT-ondersteuning, HR-ondersteuning. Dus voor beginnende ondernemers staan ze klaar om u de knepen van het vak te leren. En voor reeds bestaande ondernemers die al ervaring hebben, staan ze bij om u te fine-tunen en u over te zetten naar het Jumbo-concept.